Oké, ik ben heel snel een messenblok aan het maken voor in de keuken. Dus voor dat type messen. En dan heb ik van een werkblad, een stuk, een plankje van IKEA, dat is al, je ziet hier, het was al samengesteld hout. Ik heb dat in stukken van ongeveer 10 breed gezaagd met zo'n type zaag. En je kunt daar heel gemakkelijk hier de breedte instellen met die rail en langs die rail. Alles op de juiste breedte afzagen. En dan heb ik ook nog strookjes hier van 2 of 3 mm ongeveer. Ik denk dat 3 is afgezaagd met diezelfde zaag. En die daar telkens tussen gelijmd. Dus hier kan ik dan, als het goed is, 3 messen in kwijt. Ik moet nog, ja, dus dit is nog veel te lang. Ik moet het nog in twee doen. En ik ga het ook een klein beetje schuin afdoen, zodat het een klein beetje schuin staat. En het kan zijn, ik heb hier nog restjes, dat ik hier, dat ik die ook schuin afdoe. En dat ik dat gebruik om als voet, dat dat zou blijven staan. Ik ga het niet op 5, ik heb het hier op 45 afgetekend, maar dat gaat te schuin zijn. Het zal weer erop op 20 of zo zijn, iets in die zin. Het is super eenvoudig gemaakt. Dus. Ah, ik heb hier zelf nog een sticker van de plank. Het is een plankje dat we al in huis hadden, dat we ooit gebruikt hebben als. Ik denk, het is waarschijnlijk een soort van legplank voor een of ander meubel. Maar hier is dus een code. En ik heb denk ik het volledige plankje gebruikt. Ja. Op die paar stukjes hierna dan heb ik dat plankje zo goed als gebruikt. Hier zie je de gaten trouwens. Dat, ik voor dat was voor het kraantje, voor de doorvoer van het kraantje. Maar dus nu moet ik die nog in twee doen. En die voet daarop lijmen. En dan zou het klaar moeten zijn. Nou ja, alles is gelijmd met die Pattex houtlijm. Die koopte in de Action. Dus dat zijn die latjes dat ik nog afgedaan heb op dezelfde hoek. Het was 22,5. De helft van 45. Dat duurde iets te lang om dat uit te rekenen, maar goed. En dat is hier, dus ik moet alleen nog daarop lijmen. Zo dus. En dat zorgt voor een stevige voet. Dus die basis, dat zie je daarop. Dat is gewoon vastgezet met een klem voorlopig. De lijm staat daar, maar zo blijft dat dus staan. En hier kan uw mes in. Zo. En zo kunnen er per blok 3 in. Ik heb een tweede blok gewoon omdat ik genoeg hout had. Ik moet nog opschuren. Hier die randen hier gelijk schuren. Maar voor de rest is dat klaar. En lijmen. En voor de rest is dat klaar. Oké, okay, dat is dus het eindresultaat. Ze zijn ondertussen gelijmd. Zoals je ziet.
Dat was een klein beetje een overkill hier, maar ik had gewoon zoveel over. Ik heb het dus gewoon op die lengte gebruikt. En voor de rest, die messen gaan er goed in. Maar ik denk, dus dit is de breedste, die past er ruim in. Dat zal de kleinste zijn. En dan, deze is de langste. En die past ook met gemak erin. Dus van onder zijn ze open, deze kun je ze eigenlijk ook dichtmaken. Als je lange messen hebt, zou ik aanraden van ze dicht te maken, want anders gaan ze nu dus door dat blok in je werkblad schieten. Dat was het.